Hallo, ik ben Laura en ik wou onlangs mijn vakantiefoto's afprinten. Maar die zijn er zo uitgekomen met zwarte lijnen en vage kleuren. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het eerste wat je dan altijd moet proberen is het reinigingsprogramma van de printer zelf. Als dat niet voldoende is, dan kan het zijn dat de printkoppen zelf te vuil zijn. Dus die gaan we vandaag spoelen. Ik ga jullie tonen hoe je dat moet doen. Keukenpapier, handschoenen, nieuwe inktpatronen en spoelmiddel. Ik heb een reinigingskitje gevonden dat hier speciaal voor bedoeld is. We beginnen dan met de printer volledig open te doen. En we wachten tot de printkoppen mooi in het midden staan. En dan trekken we de printer uit. Dan halen we de oude inktpatronen eruit. Deze printkoppen zien er erg vuil uit inderdaad, dus dat is sowieso het probleem. Nemen we een stukje keukenpapier. En we leggen het onder de printkoppen. We schuiven ze even helemaal aan de kant. En dan over het keukenpapier. Het reinigingssetje bestaat uit een spuitje met een rubberen slang. Het potje met reinigingsmiddel zelf. En een aantal kleine stukjes die op de printkoppen zelf passen. We nemen een aantal milliliter van deze vloeistof in de spuit. En dan zetten we het kleine stukje op het slangetje. Dat kleine stukje past perfect op de kleurenprintkoppen. Dit stukje is iets groter voor de zwarte printkop. Hier zie je hoeveel inkt er uit zo'n printkop kan komen. Ik ga nu de printkoppen zelf ook nog even afkuisen. Ja, deze zien er een pak properder uit dan daar straks. Dan mogen de nieuwe inktcartridges in de printer. En nu moet je het reinigingsprogramma van de printer zelf een aantal keer laten lopen om de printkoppen terug vol inkt te laten lopen. We hebben het reinigingsprogramma nu al 4 keer laten lopen. De kleuren zien er terug uit zoals het zou moeten. Dus deze printer, die is gerepareerd.